Al 30 jaar Vette Perry. Wensbus Wansum en Blitterswijk. Het is vandaag 8 januari. Dit is het Peel en Maas journaal. Perry Vermeulen vierde afgelopen maandag zijn 30-jarig jubileum als werknemer van cafetaria De Hoender. Een tijd waarin hij veel heeft meegemaakt. Op zijn 21ste begon Perry bij De Hoender. Een zaak die inmiddels veel vaker Vette Perry wordt genoemd. Want bijna iedereen kent de zaak doordat Perry er werkt. Maar Perry bakt nog veel langer frieten, al vanaf zijn 14e. Hij heeft eigenlijk nooit iets anders gedaan. Vermeulen doet zijn werk nog iedere dag met veel plezier. Maar wat is er dan zo leuk aan zijn werk? Ja, wat is er niet leuk aan het werken? Dus je bent voor mensen aan het zorgen. Je kunt je kan mezelf zijn. Maar ja, je moet af en toe hard werken. Maar het is wel erg leuk om voor mensen eten klaar te maken. En zelf te eten vond ik ook altijd heel leuk. Alleen ben ik dat nu op het moment een beetje minder aan het doen. Ja, er gaat iets minder friet nu in. Er gaat nou iets minder friet in. Ja, ik zeg het, dus dat was voor mijzelf. Ik lustte eigenlijk alles. En dan 7 dagen in de week friet eten is heerlijk. Maar dat is niet echt aan te bevelen. Want voorheen werd je altijd Vette Perry genoemd. Is dat nog steeds zo? Ja, ze zeggen het nog steeds wel. Alleen het vetgehalte is iets minder geworden. Maar ik verkoop vet, dus ik vind het prima. Het is een geuze naam. Er komen veel diverse klanten bij Perry in de zaak. 'S Middags zijn er de lunchers, rond de avond komen veel mensen afhalen. En 's nachts in het weekend komen de beschonken gasten, die nog een vette hap komen halen na het uitgaan. Ondanks de late uren en het harde werken dan, geniet Perry het meest van dit nachtwerk. Nou ja, tot 4 uur vind ik dat geweldig. Om 4 uur gaat bij mij de deur dicht, dat weten mijn vaste klanten ook. Dus wie er niet is om 4 uur krijgt niks meer. De afsluiting van een avond voor heel veel mensen. Dat is wel leuk. Nu Vermeulen 30 jaar in dezelfde zaak heeft gestaan, zou je misschien denken dat hij wellicht eens nadenkt over een eventuele stop. Maar nee, we kunnen opgelucht ademhalen. Perry blijft. Ja, ik wil gewoon verder zo en zolang het kan. Ik zeg, ik werk nu voor Chinese mensen. Dat is ook geweldig. Ik heb nooit gedacht dat dat leuk zou zijn. Maar zo leer je ook nog eens iets van een andere cultuur. Ja, wat heb je geleerd van een andere cultuur? Ja, rijst eten. Het zijn ook hele leuke mensen eigenlijk om voor te werken. En misschien wel een hele lastige vraag. Maar in die 30 jaar, wat is nou het meest gekke of bijzondere dat je hebt meegemaakt hier? Nou, ik weet niet of ik namen mag noemen. Maar er is wel eens iemand met een luchtbed binnengekomen om te vragen of er nog iemand interesse had. Maar ik zal hierbij geen naam noemen, maar degene die dat ziet zal wel weten wie ik bedoel. Blitterswijk en Wansum hebben bij de provincie een verzoek ingediend voor een wensbus. Sinds februari 2014 doen de dorpen Merselo en Vredepeel al mee aan de pilot van de provincie Limburg. Die wordt nu uitgebreid met 3 nieuwe wensbussen. Een wensbus is een personenbusje dat beschikbaar wordt gesteld door de provincie en de chauffeur is een vrijwilliger. Blitterswijk en Wansum zijn door de provincie uitgenodigd voor een gesprek dat gisteren plaatsvond. Om de noodzaak en de uitvoerbaarheid toe te lichten. Beide dorpen hopen de wensbus toegewezen te krijgen en ze zijn al op zoek naar vrijwilligers die als chauffeur inzetbaar zijn. Tot zover dit Peel en Maas journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het overwegend droog. Morgen overdag is er veel bewolking en er zijn perioden met regen. 'S Middags zijn er ook lange droge perioden. Af en toe breekt de zon door. Het wordt maximaal 11 graden. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot morgen.